Een alternatief is Merwe Vierhavens. Nou, dat willen we nu versneld, heb ik in de raad ook gezegd, willen we versneld naar kijken. Want Merwe Vierhavens zit ook veel druk op, dus er is veel belangstelling voor. Wonen, werken. En als je niet oppast en je tekent hem niet op tijd in, dan heb je daar dezelfde problemen als dat je nu op de cruisetunnels hebt. Dat zou niet anders zijn. Dus daar moeten we snel een principekeuze in maken. En dat willen we van het najaar, willen we daar tenminste zeggen, we kunnen die afweging goed maken. Ja, nu zegt GroenLinks van misschien moet je juist kijken op een locatie buiten het centrum, richting Hoek van Holland of misschien wel de Maasvlakte. Ja, dat kan. Je moet je wel realiseren. Amsterdam heeft dat. Die heeft zo'n soort low-budget terminal in de Muiden liggen. Dat is voor een aantal cruisemaatschappijen niet interessant om daar te komen. Want je komt de stad helemaal niet meer in. Dus dat is minder spectaculair voor de mensen. Dus het is minder aantrekkelijk. Twee, al die mensen die gaan daar niet bij die boot zitten. Dus die moeten allemaal met bussen of anderszins de stad in. Dus je krijgt veel meer vervoersbeweging. Dus het heeft soms voordelen, maar het heeft ook bepaald nadelen. Het is eigenlijk een ander segment. Ja. Hoe belangrijk is de cruise voor Rotterdam? Nou, op dit moment zijn de berekeningen dat je zegt van dat het tussen de 500.000 en 1,2 miljoen de stad oplevert. Het beeld dat iedereen in de bus stapt naar de keuken of in Amsterdam, dat is gewoon niet waar. 80% blijft in de stad of in de regio van de bezoekers op zo'n schip. Dus het is belangrijk en het groeit de komende tijd. Dus als je het goed kan verzorgen, dus niet te veel milieubelasting en de verkeersafhandeling en de piekdrukte weten op te vangen, dan is het echt heel waardevol om mensen van buiten te laten genieten van onze stad. En daar verdienen we ook nog aan. Ja, want door nu te zeggen van gooi ze mij maar uit de stad, dat is op zich geen goede oplossing. Nee, want dan denk ik dat ze niet meer naar Hoek van Holland komen en dan gaan ze gewoon naar Southampton of naar Hamburg of naar Kopenhagen of naar Amsterdam.